Hoi, leuk dat je kijkt. Het is vrijdag, dus tijd voor een nieuwe video. En ik bedacht me dat het al best een tijd geleden is dat ik een review heb gedaan. En ik heb nu een product waar ik zelf heel benieuwd naar ben, die ik graag wil uitproberen. Dus ik dacht, dan is het misschien wel leuk om dat voor de camera te doen. En het is een product van Babyliss. Misschien ken je al de Curl Secret en later kwamen ze ook met, als ik het goed zeg, heette die de Twist Secret. Nu hebben ze een nieuwe variant daarop. Een Perfect Twist heet die. En er zitten ook allerlei accessoires bij. Allerlei verschillende gekleurde bandjes en glitterdingetjes en zo. Daar ben ik heel benieuwd naar hoe dat precies in zijn werk gaat. En dan de twister. En dan op de achterkant staat dus hoe die werkt. En je ziet ook dat er elastiekjes bij zitten. Er zitten dus de verschillende bandjes in, de klemmetjes en wat accessoires. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga hem uitpakken en ook meteen gebruiken. Dus we gaan meteen zien wat hij allemaal kan. Ik heb hem zelf nog nooit geprobeerd, ook niet de oude twist. Dus ik ben heel benieuwd hoe die werkt. Nou, ik heb hem uit de doos gehaald en dit is hem. Het enige waar je even rekening mee moet houden is dat er een klein kruiskopschroevendraadje nodig is om op en dicht te doen. De batterijen zitten al in de doos, dus dat is makkelijk. En ik zal hem even van dichtbij laten zien. Hij heeft twee standen, een 1 en een 2. Met de nummer 1 ga je de plukjes om hun eigen as heen draaien. Dat ziet er zo uit, dan krijg je dit effect. En dan heb je stand 2, die gaat naar beneden. Dan gaat hij beide plukjes om elkaar heen draaien en dan krijg je dit effect. Wat verder wel handig is, want hier zitten de knopjes om hem open te doen. Hier gaat je haar tussen. Maar ik vind het wel heel handig dat deze echt binnen handbereik zitten. Dus mocht je het idee hebben dat er iets misgaat, dan kun je heel makkelijk met je duim je haar weer vrij laten. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat werkt. Het voordeel vind ik wel ook dat de knop geen klikknop is. Dus hij gaat gewoon weer terug zodra je hem loslaat. En dat is wel een heel veilig idee, mocht je toch het idee hebben dat hij ergens trekt of een haartje te veel gepakt heeft. Kun je hem gewoon loslaten en dan gaat hij meteen uit. Dus hij blijft niet doordraaien totdat je hem stopzet. Hij gaat gewoon vanzelf. Dus dat is een groot voordeel wat mij betreft. Er zitten ook allerlei accessoires bij. Die ga ik zo meteen testen. Maar ik ga eerst even kijken hoe die de twist maakt. Nou, ik ga beginnen met een plukje op te nemen. Ik pak hem een beetje van bovenaf. En dan verdeel ik hem in twee plukjes. Zorgen dat hij een beetje gelijk is natuurlijk. Zo, dan doe ik deze open. Dan kan die erin. En ik wil niet te veel haar overlaten zo. En dat doe je ook aan de andere kant, ook het plukje erin. En dan moet je er even voor zorgen dat hij goed tussen die tandjes zit, zodat je haar goed vast wordt gehouden. Dan gaan we dus nu de eerste stand doen. Dat is dat hij hem om zijn eigen as heen gaat draaien. Even kijken zo. Kijk, nu heeft hij hem gedraaid. Ik denk dat hij nog een tikje verder kan. En nu ga ik hem op die tweede stand zetten en dan gaat hij hem in elkaar draaien. Je moet deze niet te strak doen, anders krijg je van die hele stijve plukjes. En je ziet het hier al een beetje gebeuren, dat hij hem als het ware gaat opstropen. Dus zorg ervoor dat je hem niet te sterk in elkaar draait. Dan gaan we nu de tweede stand doen en dan gaat hij in elkaar. Kijk, en nu heb ik hem wat grover gedaan en je kunt hem ook wat langer laten gaan. Ik zal dat ook even doen. Ik ga gewoon nog een stukje verder. Even kijken hoe ver die kan gaan. Zo, en dan pak ik even een elastiek erbij. En dan ben ik heel benieuwd in hoeverre die nog terugdraait. Dat gaan we zien. Zo, dan laat ik hem nu los. Oh, hij draait helemaal niet uit. Kijk, zie je? Echt een super mooie twist. Echt helemaal, ja, echt perfect gewoon. Zo krijg je hem ook zelf echt niet hoor. Het is echt heel lastig om een twist zelf te maken. Omdat je hem om zijn eigen as bijvoorbeeld linksom moet draaien. En dan moeten ze weer rechtsom om elkaar heen. Anders draait een twist dus altijd weer uit. En op deze manier blijft hij dus zitten. Hij is echt gaaf. Ik vind het wel een leuk effect. Zo een beetje tussen je haar door. Een beetje gewoon een beetje nonchalant. Nice. Ik heb het touwtje dubbel gevouwen en die hou ik ook onder de pluk, zodat hij zo min mogelijk opvalt. En dan zet ik
het klemmetje erop. Even zorgen dat ik goed al het haar erin heb. Dan heb ik hem dichtgeklikt. En dan is het de bedoeling dat je het plukje in tweeën verdeelt, maar dat er dus aan beide kanten een touwtje in zit. En dan weer in de twist. Aan deze kant ook. En dan gaan we dus eerst weer de eerste stand doen. En dan gaan we de tweede stand doen. En dan laat ik mijn haar weer los. Kijk, en dat is wel een beetje lastig, omdat ze nu lang zijn, draaien ze er omheen. Oh, dat is wel makkelijk los te halen. Kijk, en dan krijg je dus het effect dat hij er helemaal doorheen zit. Echt een gaaf effect. Ik weet niet of je mijn video van pas geleden hebt gezien. Heb ik een video gedaan over dreadlocks maken met wol. En dat is een beetje dit effect. Dan zitten er ook nog allerlei accessoires bij. Sterretjes, een bloemetje, een zilversterretje, een witte, wit hartje, wit rondje. En hier staat love op de zijkant. Ik weet niet of die hem scherp stelt. Als je deze accessoires wil gebruiken, is het de bedoeling dat je ze hier overheen doet. En ook hier. Even kijken hoe die je mooi passend maakt. Volgens mij hoeft hij niet helemaal. Nee, zo zit hij goed. Als deze maar open en dicht kunnen. En dan laat je ze zo eromheen. En dan gaan we het haar afdelen. Ik heb nu echt wat grovere plukken genomen. Omdat de accessoires ook vrij grof zijn. Dus ik vond het wel fijn als dan die twist wat grover is. Wat je doet is je draait hem eerst gewoon om elkaar heen. Dus dat is gewoon zoals we de stappen net ook hebben gedaan. Nou, ik heb nu de eerste stap gedaan. Die is dus gewoon zoals we net al hebben gedaan. Wat ik nu ga doen is, ik doe hem kort op de tweede stand. En dan draai ik hem een beetje in elkaar. En wat ik dan ga doen, dan pak ik al zo een sterretje eraf. Die doe ik er al tussen. En dan doe ik hem weer even op de twee. En dan pak ik die andere eraf. Die doe ik er ook bij. Dus om niet te dicht bij elkaar doen, zo denk ik. Ja. En dan doe ik hem aandraaien zoals we weer gewend zijn. Dan mag hij echt weer wat strakker. En je kunt er zelf kiezen wat je ermee wil. Je kunt het dus zo laten hangen dat je net wat accessoires in je haar hebt. Maar ik vind hem dan wel leuk om hem te gebruiken op dat moment als een soort haarbandje. Dat hij dus zo er mooi doorheen valt. Maar je hebt alle keuze natuurlijk. Ik was een beetje bang ervoor dat het hem toch wel wat hier en daar zou trekken. Maar hij heeft geen enkel moment aan mijn haar getrokken. Hij heeft geen haren eruit getrokken of afgebroken. Dus dat vond ik heel fijn. Ik merkte ook wel dat ik hem één keer wat langer erin gezet. En de klemmetjes klemmen wel heel goed. Maar op het moment dat de druk te groot wordt, schiet toch je haar eruit. Dus dat is wel heel erg fijn. Op die manier kun je nooit je haar helemaal in elkaar draaien dat je vast in de ding zit. Ik heb één keertje gehad eigenlijk dat er een plukje hier omheen was gedraaid. Maar ook dat was heel simpel, want ik heb gewoon de knop los gedaan. Ik heb die opengezet en gewoon even mijn haar er zo op die manier weer afgehaald. Dus ja, heel makkelijk. Geen moment eigenlijk geschrokken doordat er iets misging. En ik denk ook dat het komt omdat hij helemaal open is. Je ziet precies wat er met je haar gebeurt en ja, heel veilig wat dat betreft. Dit apparaatje is echt super geschikt voor mensen die wat creatiever zijn met hun haar. Natuurlijk zijn dit soort plukjes heel makkelijk te bereiken, maar als je hem in wat kapsels wil verwerken, is het wel leuk als je zelf ook wat meer met je haar kunt doen, dus wat creatiever daarin bent. En zeker ook met de kraaltjes en de touwtjes zijn net allemaal extra handelingetjes, dus dat is wel iets
wat je misschien even moet oefenen. Maar ik vond het wel heel leuk om gewoon te experimenteren. Gewoon een beetje te zien wat er van komt. Mochten jullie nou nog ideetjes hebben of op- of aanmerkingen hebben, vragen hebben, laat het vooral even weten, reageer onder deze video. Vergeet je vooral niet te abonneren, op die manier blijf je op de hoogte van mijn nieuwste video's en het is helemaal gratis. Ik zie jullie volgende week vrijdag weer met een nieuwe video. Voor nu heel erg bedankt voor het kijken en tot snel. Doei!